Goedemorgen, we zijn vandaag op concours Bennekom. Ja, goedemorgen. We gaan jullie vandaag uitleggen hoe de wedstrijd in elkaar zit. Waar de jury bijvoorbeeld op gaat letten. En we gaan ook uitleggen wat de competitie inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Tot zo! De paarden komen nu één voor één binnen. Sinds dit jaar is dat op de linkerhand. Dat was altijd op de rechterhand. Dan gaan ze opstellen en loopt de jury langs om te inspecteren of het tuig goed zit, of alles klopt en of het paard fit genoeg is om mee te doen. De ringmeester is ook heel belangrijk bij de tuigpaarden. Als hij straks zijn hoed omhoog doet, dan mogen de paarden één voor één afrijden op de rechterhand en dan gaat de wedstrijd straks beginnen. Hij loopt nu alvast naar het eerste paard toe. Hier doet de jury de inspectie. Als goed reglementair in een aangespannen is. U weet hoe dat allemaal geregeld is bij de KNS. Paarden met ongeveer een gelijk aantal punten worden bij elkaar gebracht in een klasse. 3 punten voor plaats 1, 2, 3. Dan 2 voor 4, 5, 6 en 1 voor 7, 8, 9. En de rest blijft puntloos. We zullen zien hoe dat gaat in deze rubriek. Want de ringmeester laat weten dat we met de Gelders Manschap en Kastelenprijs zijn begonnen. De paarden gaan nu oprijden op de rechterhand. Ze hebben er allemaal veel zin in, kun je zien. En de wedstrijd gaat beginnen. Sinds 2016 is op nationale concours een pilot met een jury systeem. En de juryleden die staan afzonderlijk en beoordelen via een iPad. En hun plaatsing wordt straks ook zichtbaar op een groot scherm. Zullen we straks even laten zien. En zo kun je dus zien welke jurylid welk paard op welke plaats zet. Ja. Dit is de voorlopige plaatsing. 6 tot en met nummer 32. Nu gaan de eerste 6 nog overrijden in de finale en dan wordt de definitieve plaatsing straks bekendgemaakt. De ringmeester doet zijn hoed weer omhoog en de eerste 6 mogen vertrekken. De rest blijft hier gewoon staan. En dan met de ringmeester gaan we weer van hand veranderen. Nou, de prijzen zijn nu uitgereikt en nu komt de ereronde. En Aido heeft gewonnen in deze rubriek. En dan mag er altijd een gastrijder mee met de ereronde. Zoals de jury dat bepaald heeft, middels de tablets. Aido. Een tuigpaard moet tegen de berg op klimmen en die moet, zoals ze zeggen, bij ons liggen heel op de tafel gaan rijden. En dat zie je bij nummer 1 duidelijk. En de paard die Frankrijk vrij gaat,
En ieder paard met een paard is af. En het is zo genieten om zo'n paard te zien. En ik hoop dat in de toekomst nog veel meer van dit soort paarden komen. Nou, dan mag wel even een applausje vanaf. Het publiek nog een keer een denderend applaus. Prachtige groep paarden, dames en heren, dat bent u toch met me eens. Waardeer ze, help ze, moedig ze aan. Op cel 360, 162. 271. We staan hier bij Freek Saris. Freek Saris is ook een tuigpaardrijder en hij zal straks dit paard intens in de nieuwelingen gaan starten. Ja, en Freek, hoe bereid je je er eigenlijk op voor op zo'n nieuwelingenklasse? Ja, hoe bereid je erop voor? Je moet zorgen dat je zo'n paard eerst goed klaar hebt. Dat je vooral in de basis goed rijden kunt. Dat is heel belangrijk. Wat ik heel veel doe is ook. Het technische gedeelte is lekker dressuurmatig rijden voor de wagen. Maar ook heel veel door het dorp bij ons om alles te laten zien wat die materie kan komen. Om toch een klein beetje een concours na te bootsen, maar dat kun je thuis niet. Een concours is altijd veel lawaai. Een tuigpaard denken ze dat altijd heel veel lawaai bekomt. Daar ben ik ook helemaal geen voorstander van, maar dat gebeurt nou eenmaal. En dan moeten die paarden toch een beetje tegen kunnen. Ja. Okay. En hoe lang heb je het paard al? Deze die heb ik, ik heb deze als vulder gekocht van Hans Kasteleins. En die had ik ook aan Hans verkocht. En dan heb ik deze weer teruggekocht van Hans, van als vulder daarvan. En ik heb hem toen weer verkocht aan Wim Veeneklaas Lots, want die is vorig jaar overleden. En toen moest ik alle medisch verkopen en toen heb ik deze eigenlijk zelf gehouden, omdat ik toch een goede medisch vond. Vorig jaar had ik iemand met hem gedaan en ruim geslagen. Ja. Dus ja. En dan heb ik toch een jaartje de tijd gegeven. En het is wel een karakterbeest. Ik denk toch wel dat hij nog even tijd nodig heeft. We zullen zien wat hij vandaag doet, maar afwachten. Nou, hartstikke goed. In ieder geval veel succes voor hem straks. We gaan het proberen. Ja, we zullen het zien. Ja. Opgesteld voor de finale. Het is allemaal heel spannend voor ze. Ze zijn het allemaal nog niet zo gewend. Maar het gaat tot nu toe heel erg goed. Kom maar uit! 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 162. Kom op! Groot Heensprijs. De Heenspannen Tuigpaarden Nieuwelingen. Gaan we met de eerste 5 tot en met 271 de finale in. Bijzonder wat een kwaliteit. Wat een kwaliteit. Met Mark, tweede Leendert Veerman met Jannes, die we ook in de tweede vlog hebben gezien, en derde voor Lambertus Hukriede, vierde Henk Hammers en vijfde Robbie van Dijk.
Mark, je hebt net de nieuwelingen gewonnen met de hengst Innovatief. Ja, Koen ging hartstikke goed. Het was de eerste wedstrijd voor hem. Eerste keer tussen de rest. Ik ben dik tevreden en de nieuwelingenklasse in Bennekom winnen is natuurlijk altijd iets speciaals. Ja. Ja. Dus het concours, wat vind je daarvan? Ja, dit concours, een prachtige accommodatie, alles top voor elkaar. Hele goede paarden, zeg maar. Ja, top evenement. En heb je je nog speciaal voorbereid? Speciale voorbereiding is fanatiek trainen. En hoe ziet dat eruit bij jou? Ja, het is net als topsporters, geen dag overslaan. Kijk, iedere dag. Elke dag trainen. Iedere dag. Ja. Nou, we zijn benieuwd naar de rest van het seizoen. En, ja, we hopen dat dit deze trend volhoudt. Heel goed, we gaan het zien.